te weten. Dit weekend worden er werkzaamheden voor groot onderhoud uitgevoerd op de kruising Surinamestraat Overtoom en op het Surinameplein. De kruising en het plein zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Ja, is nodig. Als het goed is. Toch? En het zal voor de buurt lekker zijn als het autovrij weekend is. Dat is ook heerlijk. Wat we dit weekend gaan doen is asfaltonderhoud op verschillende locaties hier op het Surinameplein. En ook daar op de Surinamestraat, kruising Overtoom. Dat houdt in een deklaag en een tussenlaagvervanging. De lussen worden opnieuw geslepen, markering wordt aangebracht, wat putten op omhoog gehaald. Zodat de ergste gaten uit de wegdek zijn. Zodat het weer een aantal jaar goed bereikbaar wordt. We doen het in één weekend om de overlast zo kort mogelijk te houden. Voor de weggebruiker en voor de omgeving natuurlijk. We gaan hier gemiddeld 40, 50 mensen per dag, 24 uur per dag aan het werk. Om het zo snel mogelijk het klusje te klaren, zeg maar. Het Surinameplein wordt wel gezien als het scharnierpunt tussen de vooroorlogse en de naoorlogse stad. Tussen de langzame en de snelle stad. En tussen de Amsterdamse school en het nieuwe bouwen. De helft van het plein werd in de jaren 20 aangelegd. Het vormde de grens met het tuinbouwgebied in de Sloterpolder. In de jaren 30 werd de noordkant van het plein verder bebouwd. De zuidzijde dateert pas uit de jaren 50 en 60. Toen in 1962 de Cornelis Lelylaan geopend werd, ging het Surinameplein steeds meer op een autoweg lijken. Wij wonen hier al ongeveer 54 jaar. En wij hebben hier een uitzicht, dat heb je maar zelden in Amsterdam. Het is echt een mooie plek, hè? Op zichzelf is het gezellig. Nee, ik vind het niet bepaald gezellig. Ja, het is stukken drukker geworden. Maar daar wen je aan. De prijsvraag van deze week luidt: welke straten in Amsterdam, minimaal 4, verwijzen naar het koloniale verleden? Wacht niet langer en vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En maak kans op een mooie foto uit de online beeldbank van het Stadsarchief. De winnaar van vorige week was Sonja Wierink-Wijs. Gefeliciteerd. Bent u dit weekend in de buurt van het Surinameplein, houd dan rekening met het volgende. Nou, het verkeer wordt omgeleid door middel van een behoorlijke omleiding. Vanaf de A10 richting Hoofdweg zal het omgeleid worden Delftmondlaan, Heemstedestraat, Johanhuizengelaan, Postjesweg. En naar de Amstelveenseweg via de Delftmondlaan en Heemstedestraat. Ze komen er vanuit centrum, dus vanaf de Overtoom, zal het omgeleid worden richting Hoofdweg Nassaukade, Bilderdijkstraat, Jan van Galenstraat. En richting Amstelveenseweg via de Van Balenstraat en de Lessenstraat. De omleiding voor de bus wordt op het gvb.com aangegeven. De bus wordt wel omgeleid. De tram rijdt door ons werkvak met een aangepaste snelheid. En de fietsers en voetgangers zullen langs het werk worden geleid. Op maandag 12 oktober om 5 uur 's ochtends zijn de werkzaamheden klaar. En kunt u weer over het Surinamerplein rijden. Maar goed om te weten, van 26 oktober tot en met 13 november wordt het tramspoor op het Surinameplein opgeknapt. Ook dit zal gevolgen hebben voor het verkeer. Wilt u meer informatie? Ga dan naar amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer vanaf het Surinameplein. Tot de volgende keer. Tot kijk. Dag.